Voorzitter, allereerst ook van onze kant complimenten voor het feit dat er een coalitieakkoord ligt in deze lastige formatieperiode. Ik zat wel even te denken, de heer Rutte heeft ook wel eens gezegd, nou desnoods ga ik als in de oppositie, als oppositieleider door. En ik vroeg me af, waar zou hij dan zijn pijlen op richten als hij in de oppositie was beland? Daar had ik het niet makkelijk gehad met dit akkoord. Ik zal hem helpen. Ja, had ik toch maar meegedaan. Ik zal hem helpen. Hij zou zeggen, wat zijn dit voor uitgaven? Er wordt met miljarden gestrooid alsof het niks is. Wij zijn de partij van de financiële degelijkheid. Wij willen de staatsschuld niet laten oplopen en de rekening doorschuiven aan anderen. Moet je eens kijken, de 60%-norm wordt zelfs niet gehaald. Waar we andere landen, Italië, Griekenland op aanspreken, gaan wij over een aantal jaren overheen. Dit kan toch niet? Ja. De heer Rutte. Zelfs Duitsland gaat richting de 80%. Frankrijk zit inmiddels op 115%. En Italië zit op 160%. En Nederland die meandert nu rond de 60% staatsschuld. Het is natuurlijk niet zo dat we hiermee onverantwoorde risico's nemen met de overheidsfinanciën. Ik denk dat we een prudent financiële paragraaf erbij bestaan. Feit is wel dat Nederland er financieel gewoon goed voor staat. Ook met dank aan de heer Van der Staaij die steun heeft gegeven. Zeker in het tweede kabinet dat ik mocht leiden, maar ook in het vorige kabinet, tal van punten om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. We zijn op dit moment een van de snelst groeiende economieën van de wereld. We zijn een van de paar landen in de wereld met een AAA-rating. Een van de paar landen in de wereld die negatieve rente betaalt op 10 jaar staatslening op dit moment. Dat hebben we met elkaar allemaal bereikt. En wat je tegelijkertijd ziet, wil je dit land ook in de toekomst concurrerend houden en ervoor zorgen, wat voor mij als liberaal essentieel is, dat ook komende generaties in staat zijn hun eigen keuzes te maken. Dan moeten we als overheid nu die financiële power die we hebben ook wel gebruiken, maar uiteraard met behoud van prudente overheidsfinanciën, en dat doen we met dit akkoord, om inderdaad een aantal grote zaken aan te pakken, inderdaad rond klimaat en onderwijs en veiligheid. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, ik ga nu even weer verder als SGP'er. Ik was net even als VVD-oppositieleider aan het spreken. Maar dan heb ik nog steeds wel de zorg. Ik snap het punt dat wij zeggen van we hebben juist door bezuinigingen en door goed beleid in achterliggende jaren die financiële buffer gekregen. Maar die kunnen we niet blijven uitgeven. Er kunnen ook weer risico's zijn, hogere rente. Dingen die we niet voorzien. In het vorige regeerakkoord stond ook niet dat we een coronapandemie zouden krijgen. Dus we hebben altijd ook heel veel onvoorziene factoren. En op welke manier wordt nu ook gekeken, of is gekeken, of wordt gekeken naar risico's die we ook kunnen lopen. Dat ook niet een rekening teveel wordt doorgeschoven, of risico's wordt doorgeschoven naar jongere generaties. Ja, de heer Rutte. Ja, bijvoorbeeld, ik praat hier met de leider van de SGP, door ook te kijken naar het SGP, Stabiliteit is een goede pact en een aantal afspraken die we daarin gemaakt hebben, daar zo goed mogelijk aan te voldoen en in de buurt te blijven. Ervoor zorgen inderdaad dat die staatsschuld wat meandert rond die 60, maar niet ontploft. Dat gebeurt ook niet. Te werken aan een structureel tekort van 1,75%, wat denkt wij prudent is. De komende jaren ook een aantal grote vraagstukken aan te pakken rond stikstof. Hoger onderzoek, universitair onderzoek, klimaat. Maar ook infrastructuur, waarbij we ook door middel van de vormen van fondsen dat geld de komende jaren beschikbaar hebben. Maar dat loopt ook weer af, dat stopt ook weer. Je weet ook op een gegeven moment, zijn die uitgaven weer eindig. En die lopen ook niet eeuwig door. Dat is fondsvorming, dat vind ik ook een verstandige. Met strikt ook afspraken waar je dat aan besteedt. Zodat je uiteindelijk ook, en dat is natuurlijk van belang, ook langjarig een economie bent die kan groeien. Omdat we klimaatproblemen hebben gelost, een moderne economie zijn, waar andere landen zaken mee willen doen, waar mensen ook willen werken. Maar ook de huizen en de veiligheid en het onderwijs en dat onderwijs natuurlijk als belangrijke leverancier van die economie. Maar ook omdat mensen natuurlijk zichzelf willen ontwikkelen en alle andere redenen waarom goed onderwijs belangrijk is. De heer Van der Staaij. Voorzitter, op die betaalbaarheid zullen we zeker nog terugkomen. Maar ik wil ook nog graag even een vraag stellen over uitvoerbaarheid. Mm-hmm. Want kijk, als ik passages lees echt in de hoofdlijnen van in het onderwijs halen we het beste uit elke leerling. Dan snap ik dat je dat niet direct een uitvoerbaarheidstoets op kan loslaten. Maar bij hele concrete punten, zoals de aanscherping van de klimaatwetdoelstelling naar die 55% in 2030, ja, ben ik wel benieuwd. Welke uitvoerbaarheidstoets is er nou uitgevoerd om te zien of dat ook echt kan?
Ja, maar daarmee is het ook geen klassiek regeerakkoord met een volledige CPB-doorrekening en een totale koopkrachtplaat. Het is een coalitieakkoord. Wij halen vandaag input op, ook bij u. We halen opnieuw input op dadelijk bij het debat over de regeringsverklaring. De verschillende ministers en staatssecretarissen zullen geclusterd of op hun eigen terrein ook komen met uitvoeringsbrieven de komende maanden. Dat zijn alle momenten waarop elkaar het gesprek zullen voeren. En daar zal ook aan de orde zijn de doorrekeningen. Daar zal aan de orde komen het vraagstuk precies wat u zegt van de uitvoerbaarheid en de toetsen daarop. Dus dat is zeer wel verstaan. En ook geregistreerd en voorzien. De heer Van der Steijn. Ja, voorzitter. Ik snap dat het nog allemaal nadere uitvoering vraagt en dat we dan nog verder erover kunnen spreken. Maar er is ook een coalitieakkoord. Is niet zomaar een kattenbelletje van nou, dat is een leuke inzet om eens even verder te kijken. De partijen hebben wel concreet afgesproken. Wij gaan om dit. Het is maar een voorbeeld, maar wel een belangrijk voorbeeld. We gaan naar die 50%. En ben ik benieuwd, is er nou ook echt gekeken voordat je daar ja tegen zei, je wel politiek gebonden hebt van. Hebben voldoende technische mensen om dat voor elkaar te krijgen? Hoeveel tijd kosten die gebiedsprocessen? Als we daar ja tegen zeggen, wat betekent dat dan eigenlijk precies concreet voor burgers en bedrijven? Ja. Hoe is dat nu getoetst voordat u, ik spreek u ook als VVD-leider, ja. Ik spreek de heer Rutte als VVD-leider aan, voordat de VVD heeft gezegd, ja, wij zijn ervan overtuigd dat dit ook echt kan. Ja, heer Rutte. Ja, dat is natuurlijk, op het moment dat je een coalitieakkoord maakt, op basis van de informatie die we nu hebben, hebben wij de overtuiging dat het kan. Feit is wel dat de heer Van der Steijn volkomen gelijk heeft, dat je ook in de verdere detaillering van die plannen, die uitvoerbaarheidstoetsen, dat die ongelooflijk belangrijk zullen zijn. En dat kan ook leiden tot natuurlijk verdere precisering en bijstelling van het beleid. Die doelstellingen, daar hebben we ons met elkaar aan gecommitteerd. Maar er zit ook nog een overshoot in, hè, want we denken zelfs met de optelsom van de plannen dat we nog veel verder komen dan die 55%. Dus dat zullen we met elkaar heel precies vormgeven, ook in dialoog met de Kamer. Maar uiteraard, als we zeggen, nou, wij zijn bereid ons hier aan te committeren, dan hebben we ook echt met elkaar het beeld, en ook als VVD, dat zonder meer haalbaar is. Maar de heer Van der Steijn gelijk, dat moet verder worden uitgewerkt. Dat moet, en nogmaals, de term uitvoerbaarheidstoets is daar een zeer relevante.